Hey, goedemorgen. Het is weer zaterdag, november. Geen idee hoeveelste. Ja, het is half november. En het is weer tijd voor de Saanse Zwerfvuil Estafette. Die wordt vandaag gehouden in Zaandijk, meen ik dat dat is. Hier wordt een gebiedje waar ik zelf normaal ook niet zo kom. Ik heb wel een keertje eerder opgeruimd. Relatief schone buurt. Maar goed, er is altijd wel iets te vinden natuurlijk. Het is mooi weer. Het is regenachtig geweest de laatste tijd en het is vandaag plotseling heel koud geworden. De afgelopen dagen viel het nog wel mee. Ik weet niet of dat handig is voor de video. Nee, wel voor de veiligheid. Maar het is koud. Het was allemaal plus 10 zo ongeveer de laatste dagen en nu is het min 1. Dus tussenjas aan, winterjas aan, sjaal om voor de zekerheid. En, ja, we gaan die kant op. Verder weinig te melden, denk ik. Nou, er is al iemand bezig. Met Hesje, heel goed. Geinig. Heel even een duimpje omhoog. Het is kleine moeite, maar het is voor de mensen vaak wel eventjes een teken dat ze gezien worden. En dan gaat het ook een beetje om natuurlijk. Vorige maand was het in Krommenie, thuiswedstrijd. En stom genoeg ben ik die dus juist vergeten. Stond niet in mijn agenda. En helemaal niet bij stilstaan. We hadden met als een Delta rondje gelopen. Dus in mijn gevoel was het eigenlijk nog maar kort geleden dat we dat gedaan hadden. Dus ja, stom. Eigenlijk juist mijn eigen buurt de kans gemist. Maar goed, deze keer maken we het goed. Dus de telefoons zijn bij me. Vol opgeladen. En eens even kijken wat we kunnen gaan vinden. Bijzondere vondst van de dag. Meteen maar een prijsvraag. Weet iemand wat dit is? Zwaar, zo te horen, metaal. Ja, een kilo of 3 jaar. Ja, iets met nog wat communicatiedingen. Nou ja, mocht iemand het weten, roep maar. Een goedemiddag. We zijn weer aan het einde van de zwerfvuilestafette van november. Het was een ondanks de kou en natuurlijk altijd vroeg opstaan, toch weer een mooie opkomst. Ik denk een mannetje of, mannetje of 30, misschien wel meer eigenlijk. Ja, het is al een stuk of 30. Mooie opkomst in ieder geval, veel voor zo'n buurt, want het was eigenlijk een hele schone buurt. Dat bleek ook wel door mensen die ons aanspraken om te bedanken. Maar ook meerdere mensen aangaven dat er meer mensen in de buurt het ook aan het doen zijn, dat ze weten. Eentje gaf aan het te willen gaan doen, maar dan pas als hij met pensioen was. Hij was nu met een wandeling bezig. En hij had zoiets van, ja, dat vind ik wel heel mooi, die grijpers. Dus als ik met pensioen ben, ga ik dat ook doen. Ja, als je met pensioen gaat doen, waarom doe je het nu dan niet? Ik ben aan het wandelen. Dus neem een grijper mee en doe het dan meteen. Maar goed, ieder voor zich. Verder niet zo bijzonders. We hebben een raar object gevonden. In ieder geval een van de mederuimers had dat gevonden. Kees of Koos, ik weet niet wie hem nou gevonden had. Ik zal het filmpje plaatsen, of is al geplaatst inmiddels. Wij weten niet wat het is. Dus mocht je het herkennen, gooi het in de commentaar wat je denkt dat het is. We zijn benieuwd. Dus laat een reactie achter. Kijken hoe het allemaal voor me gaat, maar dat gaat goed. Een accu. Ook eentje had een accu gevonden, kwam met een karretje mee om een accu te doen. Die hebben wij mogen krijgen. Dus die gaat mooi met het oud ijzer mee. Wordt gewoon gebogen en daar krijg je geld voor. Dus, verdienen we er ook nog wat aan voor het goede doel. Verder weinig flesjes, niet verwonderlijk. We hebben nu een jaar statiegeld, dus dat loopt allemaal goed. Dat merk je ook duidelijk aan het afval. En uiteraard wel blikjes, want daar zit nog geen statiegeld op. Dus dat gaat volgend jaar echt verschil maken. Nu nog niet in ieder geval. Dus ja, dat was voor vandaag. Weinig afval, maar lekker rondje en wat klein frutsels natuurlijk. Toch wel weer een bakje vol. En volgende maand gaan we naar Zaandam. Centrum Zaandam zelfs, dus dan zal het ongetwijfeld weer een ander beeld geven. Zien we jullie daar weer. Ik zeg, maak er een mooi weekend van. Tot de volgende keer.